Ze was gevallen. Er lag een hele grote steen op haar. In eerste instantie dacht ik van die heeft alles gebroken. Maar uiteindelijk bleek het een grote hoefwond te zijn. Maar ik kon wel zien dat Nadine er niet meer was. Daar hadden we dan een klein jeepje gehuurd en de achterland ingereden. Dat is een beetje de heuvels in. En daar is het dan gebeurd. Nou, we hebben een uitzichtspunt en we stoppen. En het is zo'n jeepje waar je zo uit kan springen. Dus die twee kiddo's die gingen op verkenning. Eerst wou ze een boom in klimmen. Nou, dat wou niet. En toen verdwenen ze achter een rotspunt en gingen ze daar wat klauteren of zo. En totdat we dat geluid hoorden van die stenen die vallen en de schreeuw van mijn zoon. Mijn kennis. Op dat moment heb ik gekeken, ademt ze nog of is er nog een pols, maar nee, dat was niet meer. Nadine was al een engeltje voordat ze echt engeltje werd, want ze had gezien op een ambulance dat er ook 112 stond die je moest bellen. En toen zei ze nog tegen me, kijk mam, het is hier ook 112. Dus toen ik bovenop de berg stond, wist ik dat ik 112 moest bellen. Ik stond op de weg met het idee van, nou, dan komen ze hier naartoe. Dan komt de helikopter eraan, want die komt de helikopter rond te halen. Maar ze waren niet van plan om met een helikopter te komen, want die hadden ze waarschijnlijk helemaal niet daar. En met het lichaam moet ook van alles geregeld worden. Een lichaam mag niet zomaar gevlogen worden, die moet een soort van gebalsemd worden en in een speciale kist vervoerd worden. We hebben Nadine nog één keer gezien in Natalia. Toen was ze dus helemaal opgebaard en gebalsemd. En dan merk je al dat ze er anders bij ligt. Ja, dat was haar wens. We zouden die zomer naar Amerika gaan, waren helemaal aan het plannen. En zij zegt, pap, we gaan toch wel die Grand Canyon lopen als we daar zijn. De reservering was gemaakt en ik ben uiteindelijk wel gegaan. En met haar in gedachten. En dat was heel gaaf om te doen. Maar toen ik boven kwam en bij het hotelletje aankwam, zeiden ze van, u komt toch met twee mensen? En ik dacht, dan was ik daar alleen. Maar dat, ja, dat was ook wel heel bijzonder. We waren nog in Turkije en toen wisten we al van, dit moet de plek worden. Dicht bij de natuur, wat Nadine ook was. Ja, geef ik haar nog een compliment of hoop ik dat ze met me meereist, bij me is. En dat doet ze ook, dat voel ik ook wel. En dat is ook wat anderen wel teruggeven, dat ze nog bij me is. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.